Gisteravond in de besluitvormende raadsvergadering ging het weer over jou. En was de raad opnieuw unaniem. Iedereen vond namelijk dat jij je vanaf 2007 tot heden voor de Veldhovense gemeenschap op een bijzondere wijze verdienstelijk hebt gemaakt. Iedereen vond dat jij hebt bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeente Veldhoven tot een belangrijk economisch strategische gemeente in de Brainport-regio. Iedereen vond dat jij je jarenlang hebt ingezet als voorzitter van de integrale stuurploeg ondermijning Oost-Brabant. En iedereen vond dat jij garant stond voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente Veldhoven. Die argumenten waren ruim voldoende om te besluiten jou het ereburgerschap van Veldhoven te verlenen. Deze oorkonde is overigens gemaakt door een medewerker van de gemeente, Monique Baalmans. Dus ik wil ze in ieder geval daarvoor bedanken en dit aan jou overhandigen. Jacques die neemt na ruim 10 jaar afscheid van de gemeente Veldhoven. En in deze periode heeft hij met hart en ziel zich ingezet voor onze gemeente. En de waardering daarvoor is heel groot. Zijn inzet voor bijvoorbeeld innovatie, ontwikkeling en participatie is van grote waarde geweest. En om zijn gedachtegoed, zijn legacy, in Veldhoven ook na zijn vertrek te laten voortbestaan, heeft de raad besloten een bijzonder cadeau aan te bieden. En ik wil graag Astrid verzoeken om het cadeau, de sluier, op te lichten van het cadeau. Het zal niet voor iedereen zichtbaar zijn, maar ik wil het daarna graag toelichten. Ja. De raad, als vertegenwoordiger van de hele bevolking van de gemeente Veldhoven, die heeft besloten het Jacques Mikkers Fonds in het leven te roepen. Uit het Jacques Mikkers Fonds kunnen gedurende 10 jaar allerlei initiatieven in Veldhoven worden ondersteund. De inzet van Jacques op een breed terrein aan onderwerpen kwam aan bod in zijn activiteiten voor onder andere Brainport, Smart Cities, Ergon, Severine Stichting, Ronald McDonald Huis. En dat zijn maar nog maar een paar voorbeelden. Jacques is ook trots op Veldhoven en wilde dat graag delen. Vandaar ook zijn bijzondere interesse voor de Mensen van Veldhoven pagina op Facebook, waar gewone Veldhovenaren voor het voetlicht worden geplaatst. Jacques heeft zich 10 jaar lang ingezet voor Veldhoven. Dus het is ook mooi om deze periode als uitgangspunt te nemen voor dit fonds. Het fonds is puur bedoeld als ondersteuning voor initiatieven in Veldhoven. En daarvoor wordt een bedrag van 1.000 euro per jaar in het fonds gestort. En totaal komt de bijdrage dan op 10.000 euro. De naam Jacques Mikkers blijft door dit fonds verbonden aan Veldhoven. Het zou erg gewaardeerd worden als ook de persoon Jacques Mikkers verbonden wil blijven aan deze mooie gemeente bij de verdere vormgeving en inrichting van dit fonds. Dank u wel. APPLAUS.